President Reagan en partijleider Gorbachev hielden televisie-nieuwjaarstoespraken in elkaars land. De viering van Oudejaarsavond is op enkele steden na over het algemeen rustig verlopen. De Arubaanse politicus Bettico Cruz is bij een auto-ongeluk zwaar gewond geraakt. Goedenavond, dames en heren. Een uur geleden hebben president Reagan en partijleider Gorbachev het Russische en Amerikaanse volk toegesproken. De nieuwjaarsboodschap van president Reagan werd op de Russische nationale televisie uitgezonden. De toespraak van Gorbachev ging het hele Amerikaanse continent over. Een unieke gebeurtenis waarover de twee wereldleiders al in Genève 6 weken geleden met elkaar hadden gesproken. Just over a month ago, General Secretary Gorbachev and I met for the first time in Geneva. Our purpose was to begin a fresh chapter in the relations between our two countries and to try to reduce the suspicions and mistrust between us. I think we made a good beginning. Mr. Gorbachev and I spent many hours together speaking frankly and seriously about the most important issues of our time. Both the United States and Soviet Union are doing research on the possibilities of applying new technologies to the cause of defense. If these technologies become a reality, it is my dream that will to one day free us all from the threat of nuclear destruction. On behalf of the American people, I wish you all a happy and healthy new year. Let's work together to make it a year of peace. There is no better goal for 1986 or for any year. Let us look forward to a future of Chistaya Nieba for all mankind. Thank you. Спасибо. Из многочисленных писем от вас, из бесед с представителями вашей страны, с сенаторами, конгрессменами, учеными, деловыми людьми, государственными деятелями, я вынес убеждение, что и в Соединенных Штатах понимают, что не могут две наши страны воевать. Мы едва ли сможем добиться такой цели, если не начнем по крупицам копить самый ценный капитал – доверие между государствами и народами. И обязательно надо начать ликвидировать существующий дефицит доверия в советско-американских отношениях. Для советского народа 1986 год – это начало нового этапа по осуществлению наших созидательных планов. Это мирные планы, и мы их обнародовали перед всем миром. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю доброго здоровья, мира и счастья каждой американской семье. Het oostelijk deel van de Sovjet-Unie ziet de toespraak van Reagan pas morgenochtend door het tijdsverschil. In de Verenigde Staten moesten voor de toespraak van Gorbachev populaire programma's worden onderbroken. De jaarwisseling in Nederland is over het algemeen bijzonder rustig verlopen. Uitzonderingen vormden enkele grote steden als Middelburg, Zwolle en Groningen. 6 aangehouden jongelui moeten hier al over 14 dagen voor de rechter verschijnen. Den Haag begon het nieuwe jaar weliswaar rustiger dan vorig jaar, maar het kwam toch tot enkele incidenten. Er waren, zoals gewoonlijk, flink wat kerstboombrandjes. Ook gingen enkele auto's in vlammen op. Speciaal voor de jaarwisseling konden automobilisten hun wagens gratis kwijt in een parkeergarage die niet al te druk bezet was. Kleine groepjes jongelui uit vooral andere wijken vernielden ook ruiten. Enkele winkels werden bijna volledig leeggeplunderd. Een en ander veroorzaakte in ieder geval veel drukte in de meldkamer van de Haagse politie. Die moest 2 keer de mobiele eenheid in het geweer roepen om erger te voorkomen. Uiteindelijk moesten 27 jongelui de jaarwisseling in de politiecel doorbrengen. Er ging de afgelopen nacht weer voor vele miljoenen guldens vuurwerk de lucht in. Niet iedereen was er even blij mee.
Opnieuw tientallen gewonden die dit jaar met feestelijk vuurwerk dachten in te luiden. Vooral weer veel hoofd- en handverwondingen zoals deze jonge man die zijn rechterhand kwijtraakte door een zelfgemaakte vuurwerkbom. De Arubaanse politicus Bettico Cruz is bij een auto-ongeluk zeer ernstig gewond geraakt. Zijn toestand is kritiek. Zojuist ontvingen we een foto waarop Bettico Cruz na zijn botsing een ambulance wordt ingedragen. Hij is nog in coma. En dit bleef er over van de auto van Bettico Cruz waarmee hij op weg was naar de viering van de status aparte van Aruba. Bettico Cruz, die hier op archiefbeelden Nederlandse Kamerleden ontvangt, was op weg naar Santa Cruz toen zijn auto slipte en tegen een telefoonpaal vloog. Hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds zeer kritiek. Cruz was de grote voorvechter van de status aparte van Aruba. Dat bracht hem veelvuldig voor overleg naar Den Haag. Toch was het niet Cruz, maar Henny Eeman die premier van Aruba is geworden. De andere Antilleneilanden kregen Don Martina als regeringsleider. Het ongeluk gebeurde enkele uren voor de viering van de ingang van de Arubaanse status aparte. De eerste gouverneur van Aruba is Felipito Tromp geworden. Onze correspondent Ellie Wempe vroeg op Aruba aan de gouverneur hoe hij tegen de toekomst van Aruba aankijkt. Ik zie het wel zitten als wij allemaal hier op Aruba ons inzetten voor de opbouw van Aruba. En ik geloof wel misschien over 10 jaar dat de mogelijkheden daar wel aanwezig zijn om op... Israëlische aanvallen door Libanese strijders. En dan de weersverwachting van het KNMI. Vannacht af en toe sneeuw, minimumtemperatuur van -5 in Groningen tot 0 graden in Zeeland. Morgen overdag eerst sneeuw, van het zuiden overgaand in regen, plaatselijk ook ijzel. Middagtemperatuur 0 tot +3 graden, wind tussen oost en zuid vrij krachtig tot hard. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag, eerst dooi en af en toe regen of sneeuw. In het weekeinde opnieuw vorst. Einde van deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.